Hongkong is de duurste stad ter wereld. Je woont hier op een soort postzegel. Dat kan je goed zien hier bij dit makelaarskantoor. Dit appartement is 30 vierkante meter. Ik zou er niet op kunnen wonen, denk ik. En het kost 3000 euro per maand. We want to stand up for them as well. We want to give them a more safer place to live. At least we can do something for them. Maybe it doesn't work, but we just try. Ondanks de stromende regen zie je hier heel veel mensen met jonge kinderen. En het leven voor een gezin hier in Hongkong is bepaald niet gemakkelijk. Je hebt maar een paar vierkante meter, alles is ontzettend duur. En de mensen die hier komen, die vertellen me dat ze toch betogen omdat ze bang zijn dat de vrijheden die ze zelf hebben gekend, dat hun kinderen dat misschien later helemaal niet meer kennen. In Hong Kong, people are under stressful about the government, about the housing, about the democracy, about China, about all the things. It's terribly difficult to live in Hong Kong. Yeah, it's just we have been saying in Hong Kong we are surviving instead of really living life.